Vandaag gaan we naar de meest extreme verslavingen kijken. Zoals deze. Shannon heet ze. En ze drinkt de hele dag door benzine. Oh, dat kan toch niet goed zijn? Ja, ik moet wel zeggen, benzine ruikt heel lekker. Maar benzine ruikt echt heerlijk, maar om dit te zoepen... Ja, dat is eigenlijk niet verstandig. Even voor het slapen gaan, nog een slokje benzine. Maar... why not? Why not? Maar... maar, stel voor dat zij nu een sigaret gaat roken, dan is het gewoon... boom, Shannon. Dit is Michael en hij is verslaafd aan de McDonald's. En hij lijkt wel een beetje op mij. Maar even serieus, wat hoorde ik nou? Hij bezoekt de McDonald's. 3 tot 4 keer per week. 4 keer per week? 4 keer per week. Dan is dat denk ik niet goed met ons. Dan heb ik slecht nieuws. Oh. Dan zijn we zwaar verslaafd. De record staat volgens mij op 12. Er zijn mensen die verliefd zijn op een auto. Oh my dat god. Dat kan ik echt niet aanzien. De lamp is even eruit gevallen. Lekker kantoor hebben jullie. Oh, deze mevrouw is verslaafd aan verf drinken. Verf? Ja. Verf? Kijk, benzine snap ik nog een beetje. Nee, dat snap ik ook niet. En er komen nog veel erger aan. Even serieus, het is niet eens vies, het is maar verf. Maar de gedachte... Kevin heeft helemaal niks gebroken. Helemaal niks. Maar hij vindt het leuk om in het gips te zitten. Want hij is verslaafd aan gips dragen. Ik ga hem niet tegenhouden. Als hij het leuk vindt, dan mag hij dat van mij doen. Ja, misschien is het ook wel fijn of zo. Ja. Kijk hem drippen. Ja, je kan wel altijd naar de chicks gaan en die willen altijd een naam erop schrijven. Weet je. Hij heeft zichzelf ooit helemaal gegipst. Wat? Als je denkt dat het niet erger kan, deze vrouw... eet de muur op. Dat je aan verslaafd bent, kan ik enigszins begrijpen. Nee, aan de muur. Maar het begin van de verslaving, hoe kom je erbij om dat te gaan eten? Ze eet 100 vierkante meter aan muur in 7 jaar. Dat is echt veel. Dat is veel. Dat is echt heel veel. Dit is Carrie. En ik weet niet wat ze aan het drinken is, maar ik weet... Jawel, ze heeft het al gezegd. Herhaal het nog maar eens. I'm addicted to drinking my urine. Ze drinkt haar eigen pis. 2,3 liter per dag? Zoveel plas ik nog niet eens op een dag. Deze man is verslaafd aan pizza's. Ja, maar dit vind ik niet raar eigenlijk. Hij eet 's ochtends pizza's, 's middags pizza en 's avonds pizza. Oké, dat is wel een beetje veel. Als je alleen maar pizza eet, dat moet toch ook niet gezond zijn? Nee, dat is niet gezond. Als ik al iets te veel pizza op heb, dan is dat vaak van... Kijk. Zoveel pizza's eet hij in een jaar. Ze zeggen zelfs als ze hem er niet mee kunnen helpen, dan zou hij doodgaan. Oh, ik heb wel zin in pizza nu. Nu, ik ook. Jullie kennen allemaal dit jongetje en die is verslaafd aan kermis. Hij is verslaafd aan de turbopoelie. Kijk, en deze man ook. Hij heeft zelfs een hele kermis thuis nagebouwd. Kijk, nu gaat hij gaat nu een show geven. Oh ja, hij is heel goed. Oké, man, we gaan starten. Let's move. Here we go. Go on. Ik wil niet veel zeggen, maar hij kan het wel. Hij kan het wel goed en ik wil het ook kunnen. Oké, komt ie. Jullie kennen allemaal ballonnen. Die dingen die je op kunt blazen. En dan denk je, het zijn gewoon ballonnen. Maar sommige mensen voelen zich er seksueel aangetrokken door. Kijk, deze meneer. Oh, meneer toch. Nee, dit is de hele kamer zit vol. En dan ligt hij s'nachts te slapen en dan denk ik, poef! Misschien heeft hij wel serieus een lievelingsballon. Als hij doodgaat, dan gaat hij naar de begrafenis met de ballon. Kijk zijn kamer, dit kan echt niet. Nee, stel voor, hij fixt een chick nee, en hij nee, zegt, dat hoeft niet, kom hoeft maar niet. Mee naar de kamer. Hoeft niet, hij heeft toch al ballonnen? Ja, maar stel. Nee. Stel, nee. Hij kom maar mee naar de kamer. Nee, en de hele kamer. Hij heeft al ballonnen. Ah, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed, maar ja, je stinkt nooit uit je mond. Ze drinkt namelijk luchtverfrissers. Dat kan gewoon, hè. Ja, dat kan. Alles kan. In de BZT show. Alles kan. What the fuck, hoe kom je daarbij? Oh, je hebt toiletpapier eten. Ze eet toiletpapier. Oh nee. Wacht. Pauze. Rick Leven, ik heb hier een wc-rol. Keur er eentje af. Doe er nog midden. Smakelijk. Zij doet een halve rol per dag. Ja, maar eet zij zo'n heel stukje een halve rol. Nee, een halve rol. Ze eet net gewoon dit. Red hem zo, kijk dit. Flikker op, is er zo. Ik had bij de eerste dingen al in mijn mond moeten kotsen. Probeer het thuis niet aan. Waar is deze knappe dame aan verslaafd? Ik denk aan knuffels. Nee. Nee? Niet per se knuffels. Niet? Varkens. Ze is verslaafd aan varkens. Oh, echt aan varkens? Ja, holy echt, shit. Het hele huis staat helemaal vol met varkens. Nee, kom op. Ze is zelf ook een varken. Ze ziet er wel leuk uit. Het is wel een leuke dame. Het is wel gewoon echt een leuke dame, ja. Ja. Ik zou serieus bang worden als ik er binnen rond zou lopen. Jij mag raden wat voor verslaving deze meneer heeft. Opblaasspullen. Ja. Oh my god. Nee! Jawel.
Hij heeft relaties met opblaasdingen. Floaties. Hij heeft de hele tafel gedekt voor floaties. Hij zit er zelfs tegen te praten. Hij doet zelfs douchen met de floaties. Hij slaapt met floaties. Hij gaat op reis met floaties. Hij zoent met floaties. Dit gaat me echt een stapje te ver. Dit gaat me een stapje te ver. Oh, jongens. Ik kan het niet aanzien. Jongens. Niet één Barbiepop. Niet twee Barbiepoppen. Maar duizenden Barbiepoppen in deze kamer. Ik zou het eng vinden. Ja, dit zou ik ook eng vinden. Dadelijk komt er eentje tot leven. En vreet hij op. Ja. Maar dit heeft toch serieus best veel geld gekost? Dit kost heel veel geld. Ja. Dit meisje vindt het lekker om zand te eten. Hoor je dat? I just love the crunch. Ze loft de crunch. Nou, ik wil niet heel veel zeggen, maar pak dan gewoon een koekje. Ze doen ook gewoon zand als dip gebruiken. Ah, ik denk dat iedereen wel eens een keer zand in zijn mond heeft gehad. Dat knarst heel erg. Ja, maar dat is juist niet lekker. Dat is echt heel vies. Ja, als je dan naar de wc gaat en het moet er weer uit. Volgrond! Hij is verslaafd aan cheeseburgers. En dit is zijn test of hij zijn verslaving kan inhouden. En sterker nog, dit is de hoeveelheid hamburgers die hij in een jaar eet. Holy shit. Ik lust wel een hamburgertje. Ik eet er denk ik 6 per dag. Ja. Ja, serieus. Daar gaan we wel heen. Ja, maar ja, ik vind het zielig dat die mensen die hamburgers van die man afpakken. Als hij het gewoon lekker vindt. Ja, maar yep. Het is gevaarlijk voor de gezondheid. Ja, maar... En dit wil je de man niet aandoen. Maar je en wil... daarom moet hij gestopt worden. Dit is jouw kamer. Wie heeft dit in de lijst toegevoegd? Dit is jouw kamer. Dit is mijn slaapkamer. Dat wist ik niet. Zij is verslaafd aan niet schoonmaken. Aan rommel maken dus. Aan rommel maken. Oh. Daar ben ik ook best wel goed in. Maar... Ja, maar dit is de kelder. Dat kan nog. Dat kan nog. Dat kan nog. Nee, dat zijn muizen. Ik zal niet zeggen dat ik goed kan opruimen, maar zo erg rommel, dat vind ik toch wel erg. En wat ik ook erg vind, is dat sommigen nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal. En doei. Wil je nog wat zeggen, meneer? Set your mind free.